Hallo familie, ik ben Rutger, maar dat wist je misschien al en ik ga bijna op vakantie. Wow, we're going to Terschelling. Het is helaas geen Terschelling geworden, misschien volgend jaar, maar dit jaar ga ik naar een ander eiland, namelijk Mallorca, 10 dagen lang. En ik ben me er momenteel mentaal op aan het voorbereiden. Want vakantie is leuk, maar er zijn genoeg dingen die je vakantie in één klap kunnen omtoveren in een vakantie. Zo, dat voelde goed. En daarom heb ik vandaag voor jullie een nieuwe 10 geboden van vakantie. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we na de intro beginnen. Het is first day, first day. Donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Wow, we're gonna walk the water. Wow, in de Noordzee. Oké, laten we beginnen. Het eerste gebod gaat over het boeken van de vakantie, want daar begint de ellende altijd. Heel veel mensen kijken naar het aantal sterren dat een hotel of appartement of camping of boot of whatever heeft. Maar wat boeien die sterren nou? Het gaat mij om hoeveel wifi-streepjes ik heb. Ik heb veel liever 4 wifi-streepjes dan 5 sterren hoor. Heel veel mensen gaan in de weken of zelfs maanden voordat ze op vakantie gaan flink sporten, diëten, afvallen om maar een beetje strak in hun zwembroek of bikini op het strand te kunnen verschijnen. Dus stel je voor je bent 5 kilo afgevallen bedoel ik. Dus stel je voor je bent 5 kilo afgevallen, je komt op Schiphol, je laat je koffer wegen en je moet meer gaan betalen omdat je koffer 300 gram te zwaar is. Waarom heb je dan al die moeite gedaan om eerst 5 kilo af te vallen als je vervolgens moet bijbetalen voor 300 gram overgewicht van je koffer? Eigenlijk ga je alsnog lichter op vakantie, dus doe gewoon geen moeite om af te vallen. Als je echt waar voor je geld wil, moet je gewoon zo zwaar mogelijk op vakantie gaan en niet zo licht mogelijk. Oké, je koffer is ingecheckt, het is tijd om te vliegen. En ik vind dat persoonlijk totaal niet chill. Maar ik heb denk te vaak Air Crash Investigations gezien en ik heb behoorlijk hoogtevrees. Maar ik denk altijd maar zo, je komt altijd beneden. En als je dan geland bent, dan zijn er altijd een aantal mensen die beginnen te klappen in het vliegtuig. Echt, waarom doe je dat? Ik kan me er zo aan irriteren. Nee, schreeuw het uit. Yes, we zijn geland. Dans, omhels elkaar, geef elkaar nog een knuffel. Ik bedoel, wees een beetje dankbaar voor het feit dat je nog leeft. Vertrouw nooit het eten in een all-you-can-eat resort. Het heet daar all-you-can-eat omdat het er binnen 5 minuten weer aan de onderkant uitkomt. Dus je kan gewoon hup blijven eten en ondertussen het spoelt toch wel lekker door. Dat is volgens mij het hele concept van all-you-can-eat in het buitenland. Ik weet het, too much information, maar het is gewoon zo. Als je de taal ergens niet kent, ben je al gauw geneigd om alles in gebaren duidelijk te maken aan andere mensen daar. Dus als je de ober in het All You Can Eat Resort duidelijk wil maken dat het heerlijk is, het onbeperkte eten, moet je vooral niet dit doen, want dit is bij ons natuurlijk lekker, maar echt, wij zijn het enige land op aarde waar dit dat ongeveer betekent. In andere landen is het juist heel onbeleefd en agressief van ik wil je gaan slaan. En dit, zo je hand laten zien, betekent voor ons misschien stop of 5 bier. Maar in Griekenland betekent dit moetsa. En dat betekent zoiets als ik gooi stront in je gezicht. En voor iedereen die naar Iran op vakantie gaat, ik snap dat het heel veel mensen zijn. Pas een beetje op met duimpje omhoog. Want dit is in Iran net zoiets als je middelvinger opsteken. En ik vraag me dan daarom ook heel erg af hoe hun Facebook eruit ziet. Als je zeg maar iets leuk vindt, moet je zie dan dit als icoontje ernaast van hey, vind ik leuk. Ja, echt leuk. Wacht, je krijgt er 2. Dan nu het hoofdstuk handdoek neerleggen. Ik kan hier echt een aparte video aan wijden eigenlijk. Waarom zou je op vakantie in vredesnaam je wekker om 5 uur 's ochtends zetten om met je handdoek alvast naar het zwembad te gaan om daar een bedje te claimen? Dat je dan ook echt de avond ervoor gewoon in de problemen komt en iemand zegt hey, zullen we nog een drankje doen? En dat jij teleurgesteld moet zeggen oh nee man, sorry, maar ik ga morgenochtend mijn handdoek neerleggen. Ik heb dienst. En ja, dus het kan niet. Oh ja, nee man, ik begrijp het. Ja, ik ben overmorgen. Dus weet je wat, we doen het wel over 3 dagen dan. Wie is hier ooit mee begonnen? Want als we hier gewoon allemaal mee stoppen, dan is het niet nodig om zo vroeg je handdoek neer te leggen. Ik denk dat het ene Han was trouwens, die hier is mee begonnen. Handdoek.
Beste tip ooit dit. Geef de schoonmaaksters aan het begin van je vakantie wat fooi. Want dan maken ze vervolgens heel je verblijf je bed op met de mooiste zwanen, rozenblaadjes, hartjes. Ik heb dat hier trouwens thuis ook geprobeerd, maar zoals je ziet helaas zonder resultaat. Ook al heb ik echt heel mijn spaarpot omgekeerd boven mijn bed, heeft geen nut hier. Dan doe ik het wel zelf. Ken het geweld wel zelf hoor. Er is altijd wel een moment in vakantie dat je te maken krijgt met een irritante medetoerist. Dan is het heel handig dat je weet hoe je ze kan temmen in hun eigen taal. Dus, hier volgt even een cursus gedraag je in allerlei talen. Russisch. Vidite ben хорошо. Vivi berenation. Wat? In het Duits is het... Benim dich. Benim dich. Frans. Tiens-toi bien. En in het Spaans is het... Comportate. 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 Brabants. Ik kan helaas Brabants niet vinden, maar Brabanders gedragen zich mooi. Love you. Maak geen foto's van mooie gebouwen, want als je op Google dat gebouw intypt, vind je veel mooiere foto's. Het is veel leuker om zelf op de foto te gaan met iets bijzonders wat je ziet. En het lijkt mij super leuk als jullie op vakantie een Stay Firmulous foto maken op de meest bijzondere plek die je tegenkomt. Dan heb je dus een vakantiefoto en ik vind het leuk als je me dan erin tagt op Instagram, want dan kan ik zien waar de familie allemaal op vakantie gaat. En het maakt trouwens niet uit of het nu de camping is in Zeeland of de Chinese muur. Ik vind het allemaal leuk om te zien. En helaas, aan alles komt een einde. Dus ook aan je fabuleuze vakantie. Maar als je dan op Schiphol aankomt, doe dan alsof je super geliefd en populair bent en fake een hello goodbye momentje. Op tv zie ik altijd dat mensen door hele volksstammen worden opgehaald die in tranen zijn omdat ze eindelijk weer hun geliefde zien na 8 dagen. En ik weet niet hoor, maar de enige die mij opwacht op Schiphol is de douane die mijn koffer wil controleren of ik geen eenhoorn het land in probeer te smokkelen. Daarom moet je gewoon je eigen hello goodbye momentje faken. Zodra je de aankomsthal komt binnenlopen met je koffertje en je ziet dat er weer niemand op je staat te wachten, doe je alsof je gebeld wordt. Ja, hallo, hé, met Rutger? Wacht, ik kan je niet goed verstaan door die fanfare die ik op de achtergrond hoor. Hè? Oh, staan jullie in die aankomsthal? Met heel de familie? Heel de straat? En de burgemeester? En dus een fanfare en spandoeken voor mij? Oh, weet je wat? Blijf daar vooral staan. Doe geen moeite. Ik kom nu naar jullie toe. Oh, wat leuk dat jullie dit voor mij hebben geregeld. Ik ga bijna huilen. Dat lukt wel als ik zo ben, hier weg ben. Bij al die mensen die hier nu voor me staan. Die op familieleden aan het wachten zijn. Ik kom eraan. Oh ja, ze stonden bij de verkeerde aankomsthal zo. Echt mijn familie hoor, jongens. Nou, fijne dag. Nou, zo doe je dat dus. En dat waren dan ook meteen de 10 geboden van vakantie. Ik hoop dat je het een hele leuke video vond en dat je het een en ander hebt herkend. Als het zo is, laat het me dan even weten door een duimpje omhoog te doen. En als je op vakantie gaat, laat het dan even achter in de reacties. Ik ben heel benieuwd waar jullie allemaal naartoe gaan. En als je trouwens niet op vakantie gaat, is dat totaal niet raar of zo. Ik ben zelf 3 jaar al niet op vakantie geweest, dus ik heb er wel heel erg veel zin in. Maar in Nederland heb je ook genoeg leuke dingen te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik ga lekker op vakantie nu. Volgende week zorg ik dat er gewoon wel een video is. Tijdens mijn vakantie kun je natuurlijk al mijn avonturen volgen op Twitter, Instagram en Snapchat. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week First Day weer. Doei! Mwah. Hoe kon ik nou een Stay Firmulous vergeten? Oh, hoe kunnen jullie nou ooit nog slapen? Ik weet al iets. Doe gewoon je ogen dicht, dan lijkt het alsof ik het alsnog heb gezegd. Stay Firmulous en tot volgende week. Doei! Mwah.